Goeiedag, ik ben Matthias van Weijeren van de stad Gent. Ik ga in feite het verhaal van Omar in praktijk een keer gaan toelichten. Met de stad Gent zitten we al redelijk ver. We hebben heel wat internationale en ook Vlaamse erkenning gekregen voor ons startersbeleid. En ik wil hier gewoon vandaag een keer een aantal dingen toelichten. In eerste instantie, ondernemerschap is heel mobiel. Je hebt het er pas gezien. Kortrijk trekt naar Gent, de mensen van Genk, Hasselt trekken naar Antwerpen, dat soort zaken. Dus ondernemerschap, zeker in de high-tech sectoren, heel mobiel. Dus moet je als stad ergens je uniekiteit, je eigen DNA, zoals Omar zegt, gaan zoeken. En ik denk dat we dat als Gent, deels door historie, maar deels ook zelf hebben gecreëerd. Ik ga een aantal zaken bekijken. Eerst zijn er van, kijk, waarom maakt Gent, waarom is Gent een start-up city? Zijn we als Gent in feite een start-up city? Is dan een algemene vraag. En hoe gaan we dat ondernemerschap gaan versterken? Gent heeft enorm veel talent. Het is de grootste studentenstad van Vlaanderen, 70.000 studenten. Dat is een ontzettend grote voedingsbron, zowel voor de tewerkstelling, maar ook voor het ondernemerschap. Enorm veel van onze studenten die in het ondernemerschap ideeën krijgen, gesproken rond het ondernemerschap, die beginnen ook echt effectief aan die grote stap. Dus heel belangrijk voor die start-ups om in Gent te zitten, is dat er enorm veel talent is. Het is een leefbare stad. Het is een, hoe wordt het genoemd, een metropolis in zakformaat. We hebben alles die er is, van cultuur, qua sportfaciliteiten, om een groot stad te zijn. En toch is er op een of andere manier een gevoel dat we toch een gemeente hebben, dat de mensen elkaar in verbondenheid brengen. En dat is dus iets wat we echt wel willen creëren in de stad. Enorm veel kennis. Er zijn 13 kenniscentra van wereldfaam. Gaat van IBBT, uit iMinds, over VIB, die ons biotechnologie bezig is. Hier zie je een foto van allemaal professoren en doctoranden, maar daar gaat het in feite niet om. Het gaat vooral over de kennis die er zit, zelf bij de bedrijven. Enorm veel bedrijven die hier zitten in het Gentse, die hun kracht en hun naam over de grenzen heen uitdragen, zodat we als Gent erkend worden als die kennisstad. En het belangrijkste daarbij is dat we die kennis ook gaan valoriseren. Dat we niet enkel studies gaan doen, dat we niet enkel nieuwe ideeën gaan creëren, maar dat we ook gaan economisch valoriseren. En daar komen we straks ook even op terug. Gent is een zeer creatieve stad. We hebben het Lichtfestival, we hebben een tal van een filmfestival, we hebben verschillende zaken, de Gentse feesten die er aan bod komen. Maar ook heel belangrijk, een aantal, denk ondertussen 2 jaar geleden, hebben we een doorlichting gekregen van een creatieve econoom. Charles Landry, die wou heel graag een keer kijken hoe, hoe de creatieve economie van de stad Gent in elkaar zat. En hij heeft gezien van een aantal wereldsteden dat hij heeft vergeleken met elkaar, dat Gent daar de tweede sterkste creatieve stad in is. Het gaat over Canberra, Turku in Finland, een aantal Amerikaanse steden, waarbij dat heel duidelijk is gebleken dat de creativiteit hier in Gent is een voedingsbodem is voor dat ondernemerschap. Dat is zeer belangrijk. Diversiteit, jong-oud samen, daar pas in de monitor al gezien dat er enorm veel jonge mensen, ook veel migranten, naar Gent komen. Dat heeft een enorme diversiteit teweeg, maar dat is enorm sterk voor die ontwikkeling van van de ondernemerschap. Waarom? Omdat veel van die migranten die hebben al sterk vanuit hun geschiedenis een ondernemingszin of een ondernemingskracht. En die mensen moet je juist ondersteunen om dat verhaal te gaan brengen. En als laatste, Gent brengt mensen in connectie. De Gentse feesten zijn hier bezig, maar het is veel meer dan dat. Er zijn enorm veel coworking spaces aan het openen de laatste tijd. Enorm veel incubatoren, acceleratoren die mensen samenbrengt en die vooral kennis ook samenbrengt. Als je kennis met elkaar, kennis met mensen gaat vertellen aan elkaar, dan komt er iets groters uit. En dat is het verhaal dat we in Gent willen brengen. Zijn we in Gent een start-up city? In vergelijking met Vlaanderen op zich. De cijfers die hier staan dateren van 2013. En dat is in feite het aantal starters per aantal bevolking, ten opzichte van de bevolking. Je ziet dat we in Gent 1 starter hadden ten opzichte van 138 inwoners. Antwerpen en Mechelen iets minder, Hasselt deed zeer goed. Op zich, Gent scoort zeker zeer goed in Vlaanderen. Maar als we dan naar de volgende slide gaan kijken, dan zien we in vergelijking met Eindhoven, met Aken, met Lille, met Cambridge, die steden staan allemaal stukken verder op vlak van ondernemerschap. Je ziet dat er allemaal veel meer start-ups zijn. Dus wat moeten we doen als stad? We moeten mensen gaan ondersteunen. Je moet niet alleen, wat Omar ook zei, van je moet niet gaan samen, je moet echt gaan samenwerken met andere steden. Samenwerken met Antwerpen, samenwerken met Mechelen, om
niet te gaan concurreren met elkaar, maar die identiteit en die eigenheid gaan zoeken. Maar ook ondernemerschap nog meer gaan ondersteunen. En hoe doen we dat in Gent? Ik heb een aantal voorbeelden mee. Ik ga het wat beperken. Het eerste is ons oog. Ons ondersteuningspunt ondernemers is gestart in 2007. Dat is een uniek aanspreekpunt voor alle ondernemers. We hebben ondertussen al meer dan 12.000 ondernemers vragen kunnen beantwoorden. Dat gaat van, ik zoek een nieuwe locatie, ik wil opstarten, help mij. Dat soort zaken. Dus een uniek aanspreekpunt voor ondernemers, zodat ze zich geholpen voelen. En dat de drempel ook verlaagt ten opzichte van de overheid. Wat doen wij nog? Dit is een starterscontract. Als starter, als je je businessplan laat screenen door een panel van experts en dat wordt goed bevonden of ze geloven aan jou dat je binnen de eerste 3 jaar nog steeds actief gaat zijn, kan je subsidie krijgen van €5.000. We hebben ook starters-events waarbij alle starters worden uitgenodigd op het stadhuis om met verschillende instanties kennis te maken die hen ondersteunen. In symbolisch is de teruggave van de KBO-inschrijvingsgeld van €82,5. Dat is een symbolisch gegeven, maar toch geef je daarmee het gevoel aan de mensen van kijk, je bent welkom in de stad, zeker als ondernemer. Wat hoort daar nog bij? En dat is iets wat we nu op dit moment volop aan het ontwikkelen zijn. Er zijn enorm veel actoren in het Gentse, de OCAS, de FOCAS, Unizo's, de Gentschap Ondernemen, maar ook verschillende sectororganisaties die zelf start-ups aan het begeleiden zijn en start-ups aan het ontwikkelen. Maar op de duur is het door het bos de bomen niet meer zien. Dus we zijn aan het kijken om een startersfabriek te ontwikkelen. Een startersfabriek waarbij dat we op één locatie allerlei verschillende organisaties samenbrengen, zodat er één groot aanspreekpunt wordt voor ondernemers, voor starters in het Gentse. Nog veel verder dan ons oog, ons aanspreekingspunt voor ondernemers, willen we ook financiers erbij betrekken, mensen venture capital. We willen kijken hoe dat we daar naar meer ondersteuning naar bedrijfslocatie, dat we daar kunnen gaan kijken. Een van de voorbeelden dat we daar willen gaan ontwikkelen is een showroom voor starters, waarbij ze hun producten kunnen tentoonspreiden aan mensen om een keer te toetsen aan de markt of een product goed werkt of goed aanslaat. Dat zijn zaken die we allemaal in heel korte termijn willen realiseren in het Gentse. Een van de zaken is een belangrijke. We spenderen ongeveer met de stad een aantal miljoen, denk ik een 5-6 miljoen aan ondersteuning van ondernemers en innovatie. Maar we spenderen als stad meer dan 100 miljoen per jaar aan overheidsuitgaven. Dus iets van de belangrijkste zaken is is kijken hoe dat we de ondernemers, de lokale ondernemers, meer kunnen betrekken bij die overheidsopname. Een van de zaken is EcoProcura, misschien jullie wel bekend, waarbij dat we een Meet Your Buyer organiseren. Dat doen we jaarlijks ook om mensen meer bekend te maken met overheidsopdrachten, kijken hoe dat ze er kunnen op inspelen. Een tweede belangrijke binnen die overheidsopdrachten is gaan kijken hoe dat we innovatief kunnen aanbesteden. Want heel veel van de kracht van de maatschappij ligt in feite in mensen innovatief te laten zijn en zelf problemen of zelf oplossingen te zoeken voor maatschappelijke doelstellingen. En we hebben daar nu een aantal engagementen in gesloten. Een van de zaken is bijvoorbeeld ICT-budget. We hebben besloten om 10% van ons ICT-budget heel specifiek te spenderen aan innovatieve aanbestedingen. Dat wil dus zeggen dat we een probleem op de markt zetten, dat we zelf niet met een antwoord of een oplossing komen, maar dat we de markt zelf een oplossing laten aanbieden aan ons. Op die manier creëren we meer innovatie en meer creativiteit in de stad Gent. Opleiding. En daarom gaat het vooral over het beeld die nog altijd in Vlaanderen leeft, dat falen is een groot fabeltje nog altijd. Ik denk dat dat al in vele sprekingen al aan bod is gekomen, dat iemand die faalt in Vlaanderen nog altijd een groot probleem is of die wordt gestigmatiseerd. Dus om daar een beetje de grens te doorbreken, werken we aan een beetje mensen op een piedestal zetten. We hebben bijvoorbeeld onze verkiezing van de Gentse ondernemer, die we jaarlijks organiseren. We hebben ook onze studentondernemers. We hebben een heel specifiek project in Gent, is de Student Entrepreneur. Dat is een vereniging over verschillende organisaties, overheids- en vooral onderwijsinstellingen samen, die samen hebben gezeten en die een volledig curriculum zijn beginnen ontwikkelen voor studenten die willen ondernemen. Dat is een van de zaken. Los daarvan organiseren ze ook jaarlijks een verkiezing voor de student-ondernemer. Vorig jaar was er een Sarah Parent die een bikini, dat was een bikini die je kon afritsen of een badpak die je kon afritsen tot bikini, heeft ontwikkeld en nu ondertussen al de Australische en Amerikaanse, Californische markt aan het veroveren is. Dus dat is leuk om zo een voorbeeld te stellen en mensen ook het gevoel te geven dat ondernemerschap heel dicht bij hen is. Dat je niet te ver moet zoeken om goede ideeën te gaan ontwikkelen.
Ja, heel goed. De laatste twee slides. Eentje gaat over specialisatie en clustering. Je moet je eigen DNA gaan ontwikkelen. Als Stad Gent hebben we heel breed per spectrum aan ondernemerschap. We kunnen niet zeggen dat we heel specifieke niches hebben. We zijn een havenstad. We hebben heel wat detailhandel. We hebben ook heel wat industrie. Maar over het algemeen moeten we keuzes durven maken. En die keuzes en specialisatie die maken we in de stad wegens onze clusterings. We proberen een aantal clusters te maken en daarop heel specifiek te gaan inzetten. Een aantal zie je hier, ICT, vooral rond de nieuwe media, Web Valley, biotech, waar we op internationaal vlak heel hoog scoren. We zijn ook aan het kijken om die materials, we hebben heel wat kennisinstellingen rond materials die in Gent al gevestigd zijn, om die verder te gaan ondersteunen en heel specifiek ondernemers uit die maatschappij of uit die sectoren te gaan aantrekken naar Gent. En nog laatst is het locatiesteun. Hier zie je een aantal beelden van de Krook. Dat is onze nieuwe bibliotheek, maar het is meer dan dat. We willen in de stad Gent inzetten op nieuwe locaties. We doen dat in de Rand. We hebben nu Hightech Lijn. Dat is ons nieuw wetenschapspark in het zuiden van Gent. Maar heel specifiek willen we in het centrum van Gent ook dingen creëren. Eén ervan is hier de Krook. Hier proberen we naast die bibliotheek ook een heel centrum voor nieuwe media te gaan oprichten. Waarbij dat er een aantal kennisinstellingen samen met jonge start-up bedrijven die rond nieuwe media bezig zijn, om die een plaats te geven echt in het hart en centrum van Gent. Dus dat zijn een aantal van de voorstellen, een aantal van de zaken die wij als Stad Gent doen om ondernemers te ondersteunen. Dus ik hoop dat we van elkaar kunnen leren en dat we in de toekomst zeker goed kunnen werken om Vlaanderen een goede ondernemende stad of een goede ondernemende regio te maken. Voilà. Okay,